Een hele goede avond. Als het goed is zijn we live. Ik ga heel even kijken op de computer of dat ik daar al iets zie. Mocht je er zijn, leuk als je even een reactie achterlaat. Dan kan ik dat ook gelijk zien namelijk. Even mijn pagina op de laptop vernieuwen. Ja hoor, we zijn daar. Ik ga even dat voorscherm weghalen. Ja. En dan is hij klaar. Zie jij ons ook al, El, of zie je ons niet? Nog niet. Maar okay. Dat loopt hier altijd of achter of komt niet. We wachten het even af. Ja, is goed. Nou, leuk als je even een duimpje opsteekt of dat je zegt dat je er bent. Goedenavond. Hey, ik heb een hallo dozen. Dat kan er eigenlijk maar eentje zijn. Maar één zijn? Ja. Margreet. Dat kan alleen Margreet zijn, inderdaad. Beetje groot. Ja hoor, en Gerda is er. Goedenavond. Gezellig. Het geluid is hier uit. Ja, nou. We gingen embossen vandaag. Ja. Ik kijk ook altijd naar het verkeerde scherm. Ik moet naar dat gaatje kijken daar zo. En niet naar mezelf. Want dan kijk ik niet recht in de camera. Dat is altijd heel vervelend. Volgens mij mocht ik beginnen vandaag. Klopt. Hè? Ja. Klopt. Ja. Dus dat ga ik ook doen. Ik ga jou er even afhalen. Even kijken. En dan ga ik hem zo zetten. En dan even mijn naam eronder. Zo. Ja. Nou, gezellig dat jullie er weer zijn. We gingen embossen en wel 3D embossen. Volgens mij, dat zijn gewoon de embossing folders waar 3D op staan. We hebben er ook een aantal waar het niet op staat. Ook die heb ik. In combinatie met de Sale a-Bration. Dus ik ga gebruik maken van de Counting Sheep. En ik had een vliegje voor mijn ogen. Als je denkt, wat doet ze nou met die handraar? Dat is het. Ik heb al een kaartje gemaakt, zeg maar. Een vierkante, 10,5 bij 10,5. Zwarte mat erop van 10 bij 10. En deze is 9,5 bij 9,5. En deze ga ik dus embossen. En nou deed ik vanmiddag iets en dat vond ik eigenlijk al heel erg grappig om te zien. Maar nou bedenk ik me dat ik geen... ik ga er natuurlijk iets van zwart op doen. Maar ik wil eigenlijk niet de hele kaart. Ik wil alleen maar een gedeelte. En ik heb volgens mij geen mini-dauber in het zwart. Dus ik pak gewoon even een sponsje die niet meer in de collectie zit. Maar... En dan hoop ik dat hij het doet op die manier. Ik wil gewoon een beetje zo random, dat vierkantje, niet helemaal, maar een gedeelte. En dit gaat al niet helemaal zoals ik wil, want ik heb hem nu helemaal zwart. Dat wordt hem zo niet. Even opnieuw. Vanmiddag deed ik gewoon... Nou moet hij droog natuurlijk nog. Zo, een beetje... Zo. Als het goed is haal ik nou niet mijn hele kaart. Nee, ik leg die erop. Ik hou die dubbel. Ik pak even mijn embossingmachine. Met de juiste plaat. Nou ja, Margreet zou zeggen de grote vriend. Goedenavond Ellen. Ik leg die hierop. Zo. En dan doen we hem zo er doorheen. En dan zien we zo al wat het effect is. Die kan even aan de kant. Kijk, dan krijg je een soort smuts op je dinges, als je hem niet helemaal doet. Die is schoon, die kan even drogen. En dan had ik nog een stukje wit liggen. Want ik denk, dan ga ik daar een schaap op stempelen. Ga ik even kijken welke ik wil. Ik denk dat ik hem zo wil. Ja, die. Deze. En die ga ik gewoon ook in het zwart doen. Zo. Dan doe ik dat met een beetje lichte, die zit ook alweer, Pool Party. Doe ik die vlammetjes hier aan de zijkant een beetje aantippen. Dan blijft hij niet, dan is het net of het een wit schaap is terwijl je geen wit gebruikt. Zo. En zal ik de nagels een kleurtje geven, want dat is natuurlijk wel erg leuk. Die worden gewoon rood deze keer. Of zal ik voor blauw gaan? Rood, denk ik. Rood. Ja, leuk. Ik vind dat muurtje zo wel heel leuk, Bar. Super effect. Ja, grappig hè? Ja, is echt heel leuk. Het is grappig dat je dan dat soort dingen ontdekt om het uit te proberen. Ik had het helemaal niet uitgeprobeerd, maar ik ging iets kleins embossen. Oh ja, muurtje van de schoorsteen, van het kaartje van vandaag. Dus dan hoef je niet je hele embossing ding te doen, want niet die hele kaart hoeft. Het is maar zo'n klein kaartje. Ja. Dus ik dacht, nou heb ik de dies, maar liggen die ook ergens vooraan? Ja. En misschien is het dan ook wel grappig om een zwart vlaggetje eruit te halen. Ja. Dus dan doen we deze hierop. Zo, dit ga ik even afknippen, dat is makkelijker. En dat zwarte vlaggetje, dat haal ik gewoon uit het midden van mijn kaartje wat ik heb. Want anders dan is dat ook zonde, toch? Tuurlijk. Ik ben, wat is het, 5 minuten bezig denk ik. Het is nu alweer een chaos hier. Even kijken. Die. En deze. Deze ga ik even vastplakken. Je ziet waarschijnlijk buiten camera nu. Maar nee, ik probeer het schaap recht te leggen. Het zwarte vlaggetje doen we daar. Ja. Even mijn tekenpictool. Die kan weer op de kaart. Die kan hier. Die kunnen weer. Gooi ik maar even hierop. Ik probeer dat altijd heel lang netjes te houden, maar op een gegeven ogenblik is dat gewoon jammer, maar helaas, zeg maar. Er zit een vlaggetje nog vast. Kijk, en dan dacht ik zo, op dat muurtje. En dan kan dat vlaggetje er misschien wel zo achter. Want dan is het niet zo heel erg dat dat schaap zwart is, of wit is, op zo'n wit muurtje. Ik kan hem ook zo, dan heeft ze minder hand. Dan ga ik even dit vastplakken. Ja, ja, dat is leuk. Echt. Even kijken. Zo. Dan deze doen we hierop. Op het moment dat ik dat op ga plakken, denk ik, oh, misschien nog een strikje erachter. Maar dat kan misschien nog wel achter het schaap. Even kijken. Dat we dan ook maar gewoon in kleur blijven. Of in juist geen kleur. Ik denk dat ik dit iets te dik vind. Maar het is wel grappig. Ja. Je bent er nog niet zeker. Ja, ik ga er toch een stukje dit achter doen. Even een beetje tape over mijn schaap heen. Leuk zo. En dan doe ik dat als een soort lasso op mijn... Ja. Onder mijn schaap plakken. Zo. Ja, en daar gaan dan weer die dimensionals op. Tenminste, daar half op. Zodat ik zeker weet dat mijn touwtje een beetje blijft plakken. 3 is wel veel, maar in dit geval, het touwtje is nogal dik. Emmertje, zocht ik. En hier doen we een kleintje op. Zo. En dan moet er eigenlijk ook nog een tekst op. Maar ik denk dat ik de tekst gewoon aan de binnenkant zet. Ja. Ik denk dat dat wel zo leuk is, want dit spreekt dat... genoeg. Ja. Ja. En dan weet ik ook nog niet welke tekst. De tekst You Are Amazing zou het dan moeten zijn, denk ik. Want ik denk dat die het beste bij de voorkant spreekt. Ja. Zo. Maar dan denk ik dat ik toch nog het schaap een keer gaan gebruiken. En dan even zo. Ja. Toch maar eens een geheel stempel, ondanks dat ik maar een gedeelte ga gebruiken. Een blokje pakken. Zo. En dan zit de achterkant van de kaart. Normaal gesproken doe ik op de... Dan vind ik het niet zo heel erg om een beetje blenderpen aan de achterkant te krijgen. Maar ook dan mag ze wel wat kleur op de nagels hebben. Ja. Dus dan gaan we gewoon weer voor rood. Natuurlijk. Ik had hem ook op het koord kunnen laten dansen. Oh, dat is ook een leuke. Ook leuk. Ja. Wat een goeie, Ellen. Ja. Ja, maar dit is ook grappig. Even kijken hoor. Ik zal hem even goed laten zien. Ja, leuk idee ook. Dus je hoeft zo'n embossing folder nooit helemaal of leeg of wat. En ik gebruik nu zwart. Ik had het denk ik anders wel gedaan met mijn borsteltjes. Met mijn blending brushes. Dan kun je iets makkelijker sturen waar je het neerzet. Dan als je het met je inkpad doet. Maar goed, dit is ook een kleine kaart. Hoewel dit wel leuk is. Ja, het is wel leuk. Nee, het is prima. Ja. Het is goed gelukt. Het is iets minder geregisseerd nu. Ja, ja, ook dat is waar. Heel leuk. Ik vind hem echt heel leuk. Ja. Dankjewel. Dan gaan we switchen. Dan ben jij aan de beurt. Ja. Ik heb het beeld al gedraaid. Helemaal goed. Dank jullie wel, Margreet en Gerda. Goeiedag allemaal. Dat was Henny die kwam binnen. Die dacht, oh mijn hemel. Die roept, goedendag, ik ben weer weg. Oh, dat was een flitsbezoek dus. Ja, dat was een flitsbezoek. Ja, op de een of andere manier weet hij prima tegenwoordig dat ik zondagochtend live ga. Ja. Dan zegt hij wel tegen me 's ochtends, oh jij moet live zeker zo? Ja, oké. En dan denkt hij altijd dat het een uurtje is. Dat is het ook meestal wel, maar ja, soms loopt het iets uit. Ja. En dan gaat hij om 11 uur alsnog bladblazen. Ja. Maar goed, jij bent aan de beurt. Ik hou mijn mond en jij mag het stokje overnemen. Ja, dankjewel Bar. Ik heb gekozen voor de Feels Like Home Set uit de Sale a-Bration. En ja, het wordt straks wel dezelfde embossing folder, maar dan toch weer anders. Dus ik begin met de grote stempel uit de set. Die met de deur en de fiets. En die ga ik gewoon eerst in het zwart gewoon even proberen in het midden te stempelen. Ik haal hem ietsje naar me toe. Dat garandeert net iets meer succes, zullen we maar zeggen. Zo scheef als ik weet niet wat. Gebeurt mij ook. Komt op, bij mij zit mijn sticker er gewoon niet recht op. Dat zou zomaar kunnen. Ja, dat is toch niet erg? Nou, die gebruiken we gewoon weer een andere keer. Ja. Knip ik hem wel uit. Ik heb het laatst gedaan, toen heb ik hem uitgestanst. En toen heb ik, toen heb ik hetgene wat ik uitgestanst heb scheef op de kaart, maar de voordeur staat recht. Ja. Dat is uiteindelijk ook wel waar het om gaat. Toch? Nou, dan moet dit er maar een beetje zijn. Zo, dat als eerste. Dan ga ik nu een stukje papier snijden op het maatje wat net iets kleiner wordt dan de noodkaart. Even zien, 3, 5, 20... 4,75. Telefoon. Ja. Timing, hè? Ja. Ze weten toch dat je live gaat op dit tijdstip? Ja, dat ze dat nou niet onthouden. Nou, maar nog erger, ze doen dus ook niet mee. Ze zitten dus niet te kijken ook. Goeiedag, Monica. Straks maar eens even vragen wie we daarop aan moeten gaan spreken. Ja, ik had Marielle wel een keer verwacht. Ja, oh gosh. Goed. Die als eerste. Een muurtje. Heb je dat op wit gedaan? Ja, ja, gewoon op wit. Ja. Ja, en niet bewerkt. En daar ga ik dan nu een stukje uithalen met de... Even zien, ik heb ze hier liggen. Dit zijn de dies. Scalloped Contour. Oh ja, die hoort bij... Coloring Contour. Bij die stempelset. Ja, klopt. Dat is de bundel, ja. Toch? Ja. Klopt. Ja. Vind ik ook echt onwijs leuke dies. Ja. Jij hebt niet deze, maar wel een soort gelijke, toch Bar? Ja. Stitched. Nou ja, ik heb iets wat erop lijkt. Die hoorde vorig jaar bij een tekstset die we in het Nederlands hebben. Ja, ik zit ook even te denken welke het was. Maar... Ja, ik ook. Ik kom er ook niet op. Nee. Want het stukje wat er nu het is een beetje korrelig bij mij, het beeld. Maar dat is het bij jou misschien ook wel, Bar? Ja, maar het is ook putvlagen. Want ik heb hem nu op mijn camera gewoon weer recht. Weer goed. Dus... Oké. Ik weet niet of het zo... Te zien is het stukje wat er uitgekomen is. Ja, ik zie het wel. Oké. Anders maak ik later nog wel een... aparte foto. Ik ga heel even de fiets een heel klein beetje inkleuren. Niet te veel, maar eventjes het frame. Een heel klein stukje naar boven werken, hè? Ja, dank je. Ja. Ik heb twee kleurtjes ervoor gepakt. Ik denk, het wordt een beetje een Hollandse kaart, want het is toch wel... Een fiets bij een voordeurtje is toch wel iets Hollands, vind ik. Ja, is het ook. Dus de fiets wordt Real Red. En dan gaan we de voordeur blauw maken. Krijgt hij een klein beetje kleur. Bobine is er ook. Goedenavond. Kleuren die ik heb gebruikt, dat is Balmy Blue. En voor de voordeur in ieder geval. En de fiets is Real Red geworden. Dan komt deze er overheen met... Dimensionals. Dan ga ik ondertussen de setten nog even bijpakken en even bedenken wat voor tekst erbij moet komen. Tekst die ik erbij wil gaan hebben. Your friendship feels like home. Is wel leuk. Even zien. Wat vind jij, Bar? Your friendship feels like home to me. Ja, ik vind het altijd een beetje lastig, hè? Want aan wie, je wou weten natuurlijk nooit precies aan wie je zo'n kaartje gaat sturen. Nee, klopt. Dus dat vind ik eigenlijk altijd wel wat lastig, hè? Is het ook. Ja, eens. We gaan gewoon een keuze maken. Ja. En ik doe... Your friendship feels like home. Ik vind dat die eigenlijk wel bij veel past. Ja, ik vind het ook een hele mooie tekst. Ja. Ja. Ik had trouwens je kaartje binnen van de week. Hij ligt nog binnen, bedenk ik me ineens. Oh! Ja. Dus ik kan aan denken, laat ik hem zondag even zien. Oh, die heeft er nog wel lang over gedaan. Wanneer had je hem binnen, Bar? Nee, ik had hem... ik denk eergisteren binnen. Dinsdag. Ah, oké. Kan ik zo in mijn app nakijken. Ik heb tegenwoordig gewoon een app. Wij moeten natuurlijk naar boven lopen naar de brievenbus. Dus er wordt hier regelmatig doorheen gevraagd. Krijgen we post vandaag? Dan kunnen ze tegenwoordig ook met de scootmobiel naar boven. Dus dat scheelt ook weer. Ja, ze zijn er heel snel nu. Ja, ze zijn er heel snel. Dus ze halen nu 's morgens ook de krant uit de bus en zo? Nee, tuurlijk niet. Nee, dan zijn die meiden allemaal al weg. Ik denk dat ik die hier zo... Hier, nee, hier. Ja. Dit is hem. En ik denk dat het, ik denk eigenlijk dat het wat lastig te zien is. Dat wit op wit. Misschien is hij dan van de week op de foto op de pagina even beter te zien. Ja, maar wel leuk zo met dat rode fietsje en die blauwe deur. Ja. Erg leuk. Niet te veel kleur, wel iets. Ja. Ja. En dat embossen, dat zie je inderdaad lastig. Maar dat is lastig met het licht ook. Heb ik hier ook last van, hoor. Ja. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat dat wel, dat wel meespeelt. Ja. Ja. Goed. Is hij op de foto straks beter te zien? Ja. Ja. Oké. Dan neem ik het stokje weer over. Dus dan mag jij, even, ja. Ja, ik ga hem even switchen. Zo. Ik heb van de week naar een filmpje zitten kijken. Ik weet echt niet meer van wie. Een of andere Amerikaanse dame. En die deed gedeeltelijk embossen. Ik denk, nou, dat is leuk om uit te proberen. Dus dat gaan we samen doen. Uitproberen dan, hè. Tenminste, ik ga het nu proberen. Ik pak mijn embossingmachine er gelijk even bij. Wat de truc is eigenlijk om hem dan niet helemaal erin te leggen. Ik heb een rood... stukje Poppy Parade, stukje cardstock gepakt. En ik ga kijken tot waar ik het ongeveer wil. Dat is ongeveer hier, zo. Ik wil gewoon een strookje hebben, zo, zeg maar. Van boven naar beneden. Dan moet ik even kijken tot en met waar ik ga. Dus dan doe ik hem zo erin. En ik dacht, ik las het en toen dacht ik, nou, dat is vast heel ingewikkeld. Maar dat is helemaal niet ingewikkeld. Dus ik doe hem er nu zo in. Zo, ik doe hem er niet helemaal door, zeg maar. Dan leg ik hem hier op het eind. En dan steek ik deze er eigenlijk helemaal doorheen. Dus ik hoop dat dat zo werkt. En dan duw ik hem even aan totdat hij hem pakt. Dan hoop ik dat hij hem zo pakt. Dat doet hij. Dan hoop ik dat mijn plaat niet breekt. En zij haalde hem terug. Maar ik heb mijn plaat korter gelaten. En dan krijg je dus dit effect. Ik weet niet of het goed te zien is eigenlijk. Misschien zo beter. Ik heb zo'n strookje geëmbossd nu. En de rest niet. Terwijl mijn embossing is groter, zie je? Ja, leuk. Dus dat vond ik wel hele leuke om te doen. Zeker. Ja. Maar nu moet ik nog bedenken wat ik verder ga doen ermee, want dat had ik nog niet gedaan. Ik bedenk heel leuk. Ik zie ook echt iets liggen naast me en denk, oh, dat is ook nog niet af. Dat had ook leuk er doorheen gekund, dus misschien dat ik dat ook nog even ga doen. Kijk, ik had hier een stukje schelpen had ik over van een kaartje wat ik van de week gemaakt heb. En die, dus misschien is het ook wel grappig om die er gewoon even doorheen te doen nog. En dan niet helemaal. En dan ga ik gewoon, dat moet natuurlijk, moest natuurlijk hoe heet het zijn, hè? Celebration. Celebration. Dit is natuurlijk geen celebration. Nee, dit is geen celebration, dus kan niet. Nou, zijn we zo streng? Yes, nou ja, ik ben zo streng. Oké. Goed, het schaapje pakt, dan heb ik weer hetzelfde als ik net gedaan heb, dus die kan niet. Ja, Feels Like Home vind ik eigenlijk ook niet zo leuk hierop. Ga ik en toch voor schaap. Ja. En de wat? Ja, de hondjes. Nee, ja, daar heb ik echt... wel iets mee gedaan van de week, maar daar ben ik ook nog niet helemaal over uit of ik die nou zo leuk vind. Nou, twee schaapjes zo. Misschien Ik vind dit schaap gewoon het leukste. Nou, moeten die worden. Of toch deze. Mm. Nou, ja. En ik zie één ding trouwens. Ik heb hem natuurlijk helemaal aan het begin gelegd. Maar als je hem anders start, dus je kaartje eruit en je begint eerder, dan krijg je net als de andere kant. Hier heb je een hele vaste lijn waar je begonnen bent. En aan deze kant is het net alsof die ergens ophoudt. Hier heb je dat vaste lijntje niet. Dan stopt die gewoon op een gegeven ogenblik. En als je hem dus doorheen doet en je doet wel je plaat er helemaal op, dan krijg je dat volgens mij. Denk ik. En ik heb hem nu natuurlijk, ik ben hem gestart hier zo. Dus dat is nog een ander dingetje. Maar goed, dat is een ander dingetje. Ik ga denk ik toch voor Feels Like Home. Ik ga eens even kijken wat ik daarmee ga doen. Ik ga hem niet helemaal gebruiken, denk ik. Het gaat me eigenlijk om de deur. Alleen. Een stukje. Een hekje erbij. Ja, dat zou ook nog kunnen. Ja. Ook leuk. Ja, ik zit een beetje met dat rood. Maar goed, dat is mijn eigen schuld. Dat ik een andere kleur moet pakken. Komt er niet mooi op. Zo. Poppy Parade. Daar heb ik echt een nieuwe voor nodig binnenkort. Want dat kwastje, dat is echt niks meer. Wat doet het niet meer, Bart? Ja, dat kwastje, dat is gewoon echt helemaal lam, zeg maar. Oh. Van de... Ja, van de blend. Ja. Ik kleur gewoon de hele deur rood. Ook dat weet ik niet of dat wat wordt. Maar soms moet je durven. Ja hoor. Doe ik één kleur. Ga niet inblenderen of zo. Zo. Dan pak ik mijn schaar. En dan knip ik eigenlijk alles gewoon langs dat kozijn is dat denk ik, af. Mm-hmm. Dus dan ga ik echt alleen de deur gebruiken. Zo. En hebben we niet nog ergens een tekst in je eigen woorden over verhuisd of zo? Ja, verhuisd veel geluk. Verhuisd veel geluk hebben we daar nog. Klopt. Zo, dan. Dan is het wel heel erg. Misschien nog een deur. Denk je daarvan? Twee deurtjes en dan verhuist. Alsof je van de ene naar de andere verhuist. Naar de andere bent. Ja. Toch? Ja. Kijken waar mijn stempelset is. En dan een schaap die aanbelt. Ja. Ja, wie weet. Ach, dat arme schaap. Ja. En een herder erachter, heb je meteen een kerstkaart. Ja. Even kijken, dan gaan we, dit is de nieuwe deur, dat rood doen we maar, of zullen we ze allebei rood doen? Gaan we allebei die deuren rood, ik heb hier niet helemaal netjes ingekleurd, zie ik nu. Of gaan we voor een blauwe deur erbij? Jeetje, wat een keuzes heb ik. Keuzes. We gaan gewoon voor een Night of Navy en dan de lichte blauwe. De lichte variant. Het is toch nog steeds een beetje een Nederlands deurtje. Als je nou nog kleine nummertjes zou hebben, zou je op zo'n dingetje nog een nummertje kunnen zetten. Het oude nummer en het nieuwe nummer. Knippen we deze ook even uit. Hakken gewoon de fiets eraf. En de bloempot. En dan denk ik dat ik hem misschien wel zo gebruik. Nou, dan vind ik het nog steeds niks eigenlijk. Soms, hè? Doe je iets en dan is het gewoon niet leuk. Ik vind dat embossen wel leuk, maar de rest niet. Ik had een andere kleur moeten pakken. Even kijken of ik een spons heb waar dit uit kan. Dat denk ik wel. En hieruit, dat kan wel, maar dan moet ik wel beter stempelen. Zo. Even op camera kijken. Soms helpt dat nog iets. Deze keer niet echt. Ja, weet niet. Ik laat het even zo, want ik kom er gewoon niet uit. Ik vind het gewoon niet zo leuk. Bij jou is het geluid weggevallen. Ik ben jou kwijt, El. Ik weet niet of je nog zit te kijken. Ik heb een connection error. Ik ga even eruit. Leave room. Ik hoop dat ik wel blijf. Ik denk het wel. Oké, join room. Ik ben weer aan het connecten. En dan ben je weer. Ja. Geen idee wat er misging. Nee. Gaan we weer. Nou, dan moet ik hem toch maar even afmaken. Totdat El terugkomt. Ik ben wel weer in de room. Maar ik weet niet wat er... wat er mis is. Even kijken, misschien moet hier iets zwart achter of zo. Even kijken, dit kan niet in het zwart. Ja, ik hoor je weer. Mooi. Maar nou ben je wel weer in het verticale eigenlijk. Ja. En ik pak... Oh, hier zo. Die. Stukje zwart. Even een halfje zo. En een halfje zo. Die doen we dan hierachter. En deze doen we ook even. Die doen we hierachter. Zo. Leuk zo, Bar, die deurtjes. Ik ga ze zo doen. Ja, ik ben er niet zo heel... Maar goed. Wat? Niet zo heel blij mee? Nee, ik heb er een beetje moeite mee. Maar dat maakt niet uit. Het komt goed. Meestal moet dat even... noem je dat? Aarden. Ik ga eerst die in het midden doen. Andersom. Je beeld is nog in verticale... Zie ik hier. Ja. Nee. Dat is 1. Twee. Ik zie in één dat ik dit toch niet zo netjes geknipt heb. Zo. Dat is dat. En dan een witte basiskaart met een zwarte opleg, denk ik. Ik denk dat ik dat het mooist vind. Deze embossing folder doet het ook heel goed op goud of op koper. Ja. Prachtig als je dat met die gebruikt. Ja. Houdt ook niet voor niks Hammered nog wat. Heet die ook alweer? Hammered Metal? Hammered Metal is het inderdaad, ja. Oh, dan ben ik natuurlijk iets te groot voor nog een zwarte ondermat. Eigenlijk. Ja. Ondertussen vliegen de opvliegers met tegemoet. Oh. Nou. Even kijken, zwart. Heb ik hier nog zo'n stuk liggen? Ja, ik heb hier gewoon nog een stukje liggen. Mm. Niet die, niet zo in ieder geval. Even kijken, 10 wordt dit, dan... Oh. Bij, als het goed is, 14, nummer 14,5. Kijk, zo geeft die net even iets meer. Het ging om het embossen ook, hè, vandaag. Zo, dat is die. En dan kunnen we binnenin nog wel zo'n tulpenbosje stempelen. Zo. En ik denk dat ik dat gewoon zo laat. Die ga ik niet inkleuren. Het is gewoon zoiets. Ja, dat is hem dan. Leuk, Bar. Dank je. Ik vind hem heel leuk. Oké, goed. Nou, als jij ooit verhuist, dan bewaar ik hem voor jou. Als je deze kant op komt, dan... Ja, nou wie weet. Wie weet. Moet je hem lang bewaren voorlopig, maar... Ja, daar denk ik. Daar ben ik ook bang voor, maar goed. Het heet ook gewoon Alice de Lang tijdens dit stukje. Maar goed, jij bent nu. En, ja. Eén ding scheelt. Je hoeft niks meer te veranderen nu. Nee. Oké. Ik ga iets doen met de... nog steeds op z'n kop, hè? Ja, op de zijkant zit je nu. Dus ja. Nou ja, excuus. We krijgen dat op de een of andere manier is dat altijd weer... Een uitdaging. Blijft spannend. Blijft spannend. Ja, ik ga iets doen in ieder geval met de 3D-folder Dandelions. En dat wordt een simpel vierkant kaartje. En ik heb besloten dat ik ook eens ga proberen om de envelop te embossen. Kijken wat dat doet. Dat is ook leuk. Of dat misschien nog leuk wordt. En... Even kijken. Grijze. Grijs matje erop. Die wil ik dan eigenlijk embossen met die folder. Net als de envelop. Die even aan de kant. En dan denk ik, ik leg alles heel gestructureerd neer. Waarom ik dan toch nog naar dingen loop te zoeken is me dan een raadsel. Dat is heel herkenbaar hoor. Ja, dus toch niet zo gestructureerd als ik dan denk. Nee. Lijkt. Oh, ik ben een hele aan het maken. Ik ga hem wegleggen. Geeft niet. Ja, ik denk ik doe die embossing folder vast in het zakje. Ja, maar snap ik. Ik kan ook wel even wachten. Het is van dat lekkere kraakplastic, hè? Ja. Ja, en ik heb ze normaal gesproken, ik heb gewoon al die plakrandjes naar binnen gevouwen, dus dan zijn ze aan de bovenkant open. Ja. Maar ja, dat werkt nu niet. Deze is dicht aan de bovenkant. Dus zo vaak gebruik ik hem al. Ik moet dit gewoon vaker doen. Ja. Dan zal het zo ook niet echt goed te zien zijn dat... Gaat dat lukken zo? Het zal denk ik ook niet heel duidelijk terug te zien zijn dat de envelop ook geëmbossed is. Maar dan misschien wel op de foto weer op de groep. Ja. Het zal wel heel grappig zijn om alles zo overdwars te zien. Ja. Het is heel smal. Het beeld is ook heel smal gelijk. Ja. Ja. Nou ja. Is het niet anders hoor. Is de envelop te zien zo dat het geëmbossed is? Nou, je moet hem iets meer naar jouw... Ik gok dat het jouw rechterhand is. Ja. Nee, is niet echt te zien. Nee. Misschien iets dichterbij nog. En dan nog iets meer naar rechts. Nee, het is bijna niet te zien. Nee, kan ik me voorstellen. Je zit niet bij mij op de camera hier zo. Nee. Was misschien ook niet de beste keuze om dat te gaan doen. Nee, nou ja, maakt toch niet uit. Je ziet wel iets hoor. Van de week op de foto. Het is namelijk wel goed te zien. Over het algemeen. Ja. Even zien. Dit is dus echt gewoon een heel simpel kaartje. En het is eigenlijk ook wel bedoeld als een kaartje om iemand sterkte te wensen. En de tekst die ik erbij wilde doen is... Wat je in je hart bewaart, raak je nooit meer kwijt. En die komt er dan heel simpel zo bovenop. Dus het is een super simpel kaartje. Waarbij de kracht denk ik echt zit in dat stukje embossen. En ook die geëmboste envelop. Ja. Even zien of die hier op gaat passen. Dat gaat passen. Blokje erbij. De kleur die ik heb gebruikt is Smoky Slate. En misschien nog een klein... dingetje erbij straks, een blingetje of zo. Eerst deze netjes even op maat proberen te krijgen. Ik heb nog van die kleine pareltjes. Volgens mij, ik weet niet of die nog in de collectie zijn eigenlijk. Oh, die, die bij de C-set hoorden. Zijn die? Zal ik eens kijken? Ga jij maar verder. Ik ga even kijken of die pareltjes er nog in zitten. Ja, die hoorden volgens mij bij de... in de vorige jaarcatalogie stonden ze bij de C-spullen. Nee, ik heb nog andere. Oh. Ik ga ze even pakken. Het zijn echt pareltjes. Wel van Stampin' Up. Pearl Basic Jewels zijn het, denk ik. Ja. En ze hebben ook nog Opal Round. Dat lijkt er misschien ook nog wel een beetje op. Ja, dat zou ook nog wel kunnen inderdaad, Bar. Even kijken, we moeten een koordje. Nee, ik denk het niet. Ik denk dit erop. En ze hebben ook nog pastelparels. Ja. Die heb ik niet, dus ik kan daar ook niet over oordelen. Zijn die leuk, Bar? Ja, maar in kleuren die ik niet zoveel gebruik. Dat is dan wel weer een uitdaging. Zeg maar. Ja. Het is paars, hè? Er is veel paars daarin. Ja. Ja, volgens mij heb ik gewoon een keer het verkeerd nummer besteld. weer gekeken met bestellen. Ja. En dan ben je eigenlijk al teleurgesteld op het moment dat je het binnenkrijgt. Ja. En dan ga je het ook niet gebruiken. Lijkt wel. Nee, ja, volgens mij heb ik ze echt nog nooit gebruikt. Of tenminste. Nou, ik heb er een paar gebruikt. Want het is Blushing Bright. En dat lichte blauw. Wat is dat ook alweer? Ja, een Baby Blue of zo. Geen idee. Paars. En... Ik zou bijna zeggen dat het die blauwe kleur uit van de oude inktkoppers is. Maar dat lijkt me niet. Nee, dat zou je niet verwachten. Nee. Ik zou zeggen. Ze hoorden bij die hyacint. Was die nou van vorig jaar of van... Ik weet het niet eens meer. Oh, wat erg. Kun je nagaan hoe snel dat gaat. Ja. Mooi. Ja, Seaside Spray. Het is toch echt Rococo Rose. Ja. Oh ja. Highland Heather en Gorgeous Grape. Dat zijn eigenlijk de kleuren. Dus er zitten nog twee kleuren in die eigenlijk niet meer in de collectie zitten. Maar dat maakt niet uit. Nee. Seaside Spray is gewoon een hele mooie kleur. Past bij heel veel. Is goed. En Rococo Rose ook. Dus. Ja. Zeker. Maar goed. We waren met jouw kaartje bezig. Ja, ik zat me nog even af te vragen, had ik de binnenkant van dat kaartje ook kunnen, de achteraf dan, hè? Achteraf had natuurlijk de binnenkant ook, had dat misschien ook nog wel, nee, dan wordt het schrijven heel rot, nee. Had misschien deels gekund of zo. Iets om over na te denken voor een volgende keer. Ja. Of dat nog een idee is op de binnenkant ook te doen. Denk ik eigenlijk wel. Je zou hem natuurlijk zo deels kunnen doen zoals ik deze gedaan heb nu. Dat rode kaartje van mij gedaan heb. Ja. Ja, dat is eventueel nog wel een idee om te doen. Ja. En misschien toch nog iets van een... Ik zei net nee, maar misschien toch... Kan je niet een streekje doen daar waar de Dillions elkaar raken? Anders. Dat is mijn idee. Ja, ook dat kan. Ja, ook dat kan. Kan denk ik ook heel mooi zijn. Ja. Ja, zeker. Paars past wel bij de herfst. Ja. Ja, absoluut. Met pumpkin pie, prachtig. Ja. Dat vind ik dan wel weer heel mooi, inderdaad. Ja. Ja, zo doe ik hem. Toch een heel klein koordje, maar niet te veel. Ja, leuk. Voor zover die te zien is. Nee, het koordje zie ik wel. Oké, goed zo. Dankjewel. Ja, dit is hem. Misschien dat ik de tekst nog aan de binnenkant stempel. Of de achterkant. Nou, binnenkant ga ik dat nog even doen. Ook al staat hij er dan 2 keer, vind ik niet zo erg. En dan kunnen we alvast gaan nadenken, Bar. Wat doen we volgende week? Ja. Zullen we herfst stempelen een keertje? Ja hoor, leuk. Ja. Leuk idee. Herfst. Ja. Ik heb van de week heb ik een aantal dingen opgeschreven. Toen dacht ik, oh ja. En nou denk ik, we hebben al een keertje kerst gestempeld. Dus dan kunnen we nu makkelijk herfst stempelen. Moest even... Goed idee. Ja, toch? Ja. Leuk, gaan we doen. Gaan we dat doen. Even kijken hoor, split screen. Was die klaar trouwens? Ja, hij is klaar hoor. Okay. Ga ik ons weer even delen zo. Oh nee, niet die, maar die. Leg ze even onder elkaar. Ja, zijn goed te zien. Ik ga hem even neerleggen zo. Die kan eruit. Zo. Ja. Nou, dan zijn dit de kaartjes van de week. Van de week zien we ze op de op het blog voorbij komen. En dan, het schaap is geweldig, Bar. Ja, ik echt vind het schaap leuk. Erg leuk. Hier ben ik niet ja, super. Uit, maar het schaap vind ik echt leuk. Ja, ja kan top. Zeggen. Absoluut. Ja. En dan aan de binnenkant, voor degenen die nu kijken. You're amazing. Ja, ja. Ja, ik vind jouw kaartjes ook heel leuk. Die met die deur vind ik gewoon echt heel grappig. Of heel leuk. Met die rand eromheen. Met dat kadertje. Ja, dat is leuk. Thanks. Goed. Komende week herfst, ook leuk. Ja. Volgende week gaan we naar de herfst. Ja, dus misschien komt het paars wel terug. Dat zou voor mij echt een uitdaging zijn. Ja. Ja. Maar goed. Ja. Voor nu zeggen we goedenavond. Bedankt voor het kijken allemaal. En ik zie jullie, wij zien jullie, we zijn het ook met z'n tweeën, wij zien jullie volgende week donderdag weer. Ja, en alvast een goed weekend iedereen. Een goed weekend iedereen. En voor degenen die zondags kijken, tot zondagochtend. Ik ben heel benieuwd, ik heb al de hele week nog niet naar de pool gekeken, dus dat ga ik zo eerst maar eens doen. Oh. Waar ga ik mee aan de slag? Vlug dames! Spannend. Ja.